Welkom bij een andere aflevering van Sranatori. In deze aflevering vervolgen wij het gesprek met de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, inspecteur van politie, de heer Milton Kensmeel. Inspecteur Kensmeel, welkom in het programma. Ja, goedendag. En hoe wordt er omgegaan met de psychologische impact op politieagenten als ze beschoten worden of dat soort zaken? Ja, een heel mooie vraag. Politieambtenaren, de elementaire opleiding bij de politie richt zich meer op het vormen van jongeren of in ieder geval personen. Dus dat ze worden gevormd van burger tot in ieder geval surveillant. Maar in mindere mate voorziet die opleiding, dus de reguliere politieopleiding, voorziet in mindere mate in situaties van beschietingen enzovoorts. De voorstellen die liggen op tafel om die opleidingen bij de politie enigszins aan te passen. Als ik mijn periode terughaal, de periode waarbij ik uitgeleend was aan de CIVD, de Centrale Inlichting en Veiligheidsdienst, daar moest ik met de groep die uitgeleend was een Dignitary Protection opleiding volgen. De politieopleiding voorziet daar niet in. Dus wanneer plotseling politieambtenaren of bepaalde politieambtenaren geconfronteerd raken met plotselinge schoten, kun je vaak genoeg een reactie merken die we liever niet hadden. Dus op dat stuk moeten er wat aanpassingen komen. En ik zeg dit zo omdat die politieambtenaar die wordt meer opgeleid om te bekeuren, toezicht uit te oefenen op naleving van wetten enzovoort enzovoort. Een zuivere dignitary protection opleiding krijgen ze niet. Maar het zijn wat interne zaken die aanpassing behoeven. En we hopen dat de voorstellen die liggen op tafel om de opleiding op dit stuk ook enigszins aan te passen. Ja, want het psychologisch effect op politieambtenaren wanneer ze plots geconfronteerd worden met schoten, meerdere schoten, misschien zelfs geraakt worden. Of je nou politieambtenaar bent of niet, het zal je enige tijd bezig houden. Die politieambtenaren die beschoten zijn, sowieso als politieorganisatie, laten we ze niet aan hun lot over. Ze krijgen begeleiding, psychologische begeleiding. Want straks moeten ze weer deelnemen aan het actief politiewerk. Maar op dit moment zijn ze al ervaringsdeskundigen hoe een schotverwonding zal aanvoelen. Ze zijn ervaringsdeskundigen. Dus het psychologisch effect is een niet te onderschatten iets. Je vertrekt als politieman uit huis, gezond en wel. Maar je weet vaak genoeg niet of je op dezelfde wijze zoals je uit huis bent gegaan, als je op dezelfde wijze je huis zou bereiken na einde dienst. Maar die politieambtenaren zijn gegaan, die in het binnenland, en de meest actuele situatie is die beschieting op die politieambtenaren terwijl ze in een helikopter zaten. Maar what about die politieambtenaar die geconfronteerd wordt met een aanrijding waarbij slachtoffers zodanig verwond zijn geraakt? Ook die behoeven begeleiding. Dus terugkomend op uw vraag. Die politieorganisatie, laat deze mensen niet in de steek. Waar er enigszins een verstoring heeft plaatsgevonden, dat wij zo goed en zo kwaad als het kan met de maatschappelijke werkers die we ten dienste hebben en waar nodig eventueel deskundigheid van buiten ingeroepen wordt, proberen wij die mens die enige schade heeft opgelopen,
proberen we die mensen terug, zo snel als mogelijk terug te brengen in die oude situatie. Hoe reageert de politie, of u, op de zorgen vanuit de samenleving als het gaat om veiligheid? We leven mee met die samenleving, omdat we deel zijn van die samenleving. We hebben nichten, we hebben neven, we hebben tantes, we hebben ooms. We zijn deel van die samenleving. Het pleziert ons niet. Maar er zijn zoveel omstandigheden waarmee die politieorganisatie rekening moet houden. We krijgen de inlichtingen binnen en we horen hoe vaak genoeg de vork aan de steel zit. Er is veel waarover gesproken moet worden of misschien kan worden uit tactische overwegingen. Dat die politieorganisatie er vaak genoeg voor kiest voor een situatie, de oplossing, en van de oplossing dan komt het idee, komt het morgen wel. Vanuit de samenleving vernemen we ook dat men vaak de politie belt en er wordt aangegeven dat er geen voertuigen ter beschikking zijn. Hoe reageert u daarop? Ja, vanuit de samenleving, wij hebben dat ook gehoord, dat er vaak genoeg geklaagd wordt over het niet voorhanden hebben van vervoer. Inderdaad, het is een veelgehoorde klacht. We kunnen kijken in de richting van die overheid door te zeggen dat die overheid niet voldoende voertuigen ter beschikking stelt. Maar we kunnen niet zeggen dat die overheid helemaal geen voertuigen ter beschikking stelt. De voertuigen misschien ja per resort wordt er één voertuig ter beschikking gesteld. Dat voertuig werkt gedurende 3 verschillende diensten, 1x24 uur. De nachtdienst, de morgendienst of de middagdienst, de morgendienst. Extra dienst, nachtdienst, middagdienst, morgendienst, extra nachtdienst. Die voertuigen worden ruim 1x24 uur ingezet. En het lastige van het geheel is, kijk, we begrijpen de klacht van die burger, maar met de beperkte mogelijkheden die we hebben, we moeten het even doen met het weinige. Travas no de. We hebben een paar jaren terug hebben we moezo's gehad. Die ter beschikking zijn gesteld aan de politie. Ik weet niet wie op het briljant idee is gekomen om deze suipers aan te schaffen voor die politieorganisatie. Wel snelle voertuigen, maar kwalitatief is er, voor wat betreft de kwaliteit, zijn deze voertuigen ter discussie. Ik denk dat die overheid, degene die aanschaffen voor de overheid, het is een pure beleidskwestie hoor, waar ik misschien als woordvoerder van de politie niet de zodanige vrijheid heb om over te praten. Maar ik wil van deze kant u toch een vingerwijzing doen in de richting van de aanschaffers van voertuigen. Ja, ik wil niet praten over de overige departementen. Ik wil het hebben over de politie. Dat er ter zake deskundigen aangesteld moeten worden. We weten dat criminelen zich verplaatsen in razendsnelle voertuigen. Maar voor wat betreft de duurzaamheid van voertuigen, moet je toch wel deskundigen raadplegen. Niet ieder aangeboden voertuig is de oplossing. Wat we hebben bij de moezo's, voertuigen voorzien van turbo's, turbo-installaties, die binnen de kortste keren defect zijn geraakt. Voertuigen die zich voortbewegen op basis van unleaded brandstof. Misschien als politiewoordvoerder
ik meet mezelf die vrijheid aan. De aanschaffers of degene die de overheid van advies voorzien. De ervaring die de verschillende diensten hebben belast met veiligheid. Om daar eerst te raden te gaan wat er nodig is. In plaats van voertuigen maar ter beschikking te stellen. Voertuigen maar ter beschikking stellen. En on the long run, vanwege de aard van onze werkzaamheden, dat deze voertuigen binnen de kortste keren het begeven. En dan krijg je weer die klacht van die samenleving. Geen voertuigen ter beschikking. Natuurlijk moeten we ook intern kijken als politieorganisatie. De inspanningen die we plegen om zo lang als mogelijk met die voertuigen mee te gaan. Situaties die zich voordoen, waarbij er botsingen ontstaan, voertuigen te water raken. De korpschef heeft ten aanzien van dit gedeelte al enkele inspanningen gepleegd. Door voor het politiepersoneel, zeker voor de interventie-eenheden, lessen defensive drive te laten verzorgen. Dat daarvoor hoort de voertuigen zo lang als mogelijk. We gaan niet de schuld werpen op de aanschaffers, dat zij de schuldigen zijn. We kijken als politieorganisatie naar onszelf. Om loeken intern voorzien. En wanneer wij de oplossing hebben, wanneer we hebben gezien, de schuld ligt niet zozeer bij die politieorganisatie, maar wat men ons ter beschikking stelt, dan kijken we ook in de richting van, dan zullen we kijken in de richting van de aanschaffers. Schaf niet gewoon aan, omdat u op dit moment in de positie bent, schotukong, utegi. Is dat wat je ons geeft? Wel, datgene dat we nodig hebben als politieorganisatie. Ik geef dit mee. Geen aanval, maar we moeten kunnen discussiëren. Omdat die overheid soms vaak genoeg wordt gestort in een situatie van maar aanschaffen, maar aanschaffen, maar aanschaffen. En dan wil ik nog niet praten over verkwisten van geld. Maar is dat wat je ter beschikking stelt wel datgene dat die organisatie nodig heeft? Stof tot nadenken. Inspecteur, heeft het gehad over veiligheid op het land. Maar hoe zit het met de veiligheid op het water en de aanschaf van vaartuigen? Oké, ook wat dat stuk betreft, ja, is er enige discussie binnen die organisatie. Er zijn wat schenkingen gedaan. Misschien ergens een aanschaffing door die overheid. Maar wat daadwerkelijk nodig is, is vaak genoeg uitgebleven. We hebben een schenking gehad van een hele grote, een supersnelle boot. Ja, volgens mij, ik weet niet hoeveel pk. Ja, 3 motoren, buitenboordmotoren, 4 buitenboordmotoren, die op dat ding bevestigd zijn. Ja, met zoveel honderden pk's per motor. Ja, per buitenboordmotor. Maar daarmee kun je, je kan niet onze soelas en je kan je niet zo makkelijk bewegen over die soelas met het geweldige ding. Je kan hem alleen maar gebruiken. Het is een zeewaardige boot. Je kan hem alleen gebruiken, ja, in groot open water. Maar voor wat betreft onze soelas, daar zijn we vaak genoeg aangewezen op externen die vaak genoeg, misschien zelfs politieman zijn en een boot ter beschikking hebben. Of die hun diensten verlenen aan die politieorganisatie. Er moet verschrikkelijk veel geïnvesteerd worden. Allemaal liggend op het vlak, op beleidsvlak. Ja, ik denk dat ik met wat ik op dit moment heb gezegd, slechts een ondersteuning geef aan de beleidsmakers bij de politie, de korpschef, de korpsleiding.
maar ook de minister van Justitie en Politie. Wanneer hij pleit en aangeeft de behoefte die de verschillende veiligheidsdiensten hebben. Ja, ik kan niet praten voor de brandweer. Ik kan niet praten voor de BBS. Ik kan niet praten voor KPA. Ik beperk mij tot de politie. Dat degene die de middelen vrij moeten maken, dat ze begrip moeten opbrengen. Want we kruiden hoe die samenleving klaagt. Maar Ammoni moest mij vrij. De aanschaffingen moeten gedaan worden, moeten gepleegd worden. En dan zullen we zelf zien of het niveau waar we op dit moment zijn, ja, wat betreft die veiligheidshandhaving, of we geen stappen verder vooruit zullen maken. We doen het met gebrekkige middelen. Ja, wat ik heb gezegd is slechts de ondersteuning van wat de hoogste baas bij de politie, de minister die belast is met de leiding over die politieorganisatie, reeds heeft gezegd ter bestemde plekken in de Nationale Assemblée. Duidelijk, heeft u tot slot nog een boodschap voor de samenleving ten aanzien van veiligheid? Ten aanzien van dat deel, de veiligheid, samenleving, vragen wij u. Veiligheid, ik zal de eeuwenoude slogan van niet alleen een taak van de politie, maar een taak van, ook een taak van u. Vaak genoeg ondernemen mensen of plegen ze de financiële inspanning om te zorgen voor hun eigen veiligheid. Dan nog vraag ik van deze kant uit. Indien u zaken merkt die ongewoon zijn, deelt u dat met de politie. Die ondernemer in het binnenland heeft die maatregelen getroffen en dan nog is hij beroofd geworden. Pleeg die inspanning. Meld even. Roep die hulp in van overige veiligheidsdiensten. In ieder geval de politie. En we zullen zo goed en zo kwaad als het kan die bijdrage leveren. Ja, en we zullen dienstbaarder naar u zijn. Let erop, u heeft ook een taak als burger. U heeft ook een taak als burger. Ook al ligt die verantwoordelijkheid bij de politie. U heeft als burger op elk vlak ook een taak om te helpen zorgen voor het veilig houden van Suriname. Zo heeft u het gehoord van de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, inspecteur van politie, de heer Milton Kensmeel, met wie we vandaag gesproken hebben over veiligheid. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.